Dit was een, deze meneer die kwam controleren naar aanleiding van het omgevingsrecht of er ook mij iets aan te merken viel. En hij heeft bij mij niks geconstateerd en alles was goed. Maar gezien de brandgevaarlijke situatie waarin ik verkeerde omtrent bij mijn huisdeur, ja, dat heeft de desbetreffende ambtenaar ook gecontroleerd en die is zich daar echt te prettig geschrokken. Ja, wat voor een bende als het in de gang was. Onder andere met 8 gasflessen tegen mijn muur aan. Ja, milieudelicten, opslagruimte, wat destijds door de rechter al verboden was. Ja, en hij heeft daar rapport van opgemaakt en dat aan de desbetreffende afdeling van de wethouder mevrouw Ter Zeldam overhandigd. Ja, op 1 november 2016 met een zware aantekening dat hier ja, heel veel mis was. Ik denk, nou, dat zal daarna dienbouw gehandhaafd worden. Maar goed, in de voorgaande 11 jaren is er nooit gehandhaafd en is nooit iemand geweest. Ook niet van de gemeente brandveiligheid of de brandweer zelf. En wat schetst mijn verbazing, nou, tot aan heren. Ja, is er na 1-11, ja, is er ook niet gehandhaafd en is ook geen andere milieuambtenaar of mensen van de gemeente geweest die controle gingen uitoefenen of de wet handhaven. Vandaar dus dat ik dus even een aangetekende brief heb gestuurd naar de gemeente Almelo, ja, met vele uiteengezette klachten. Ja, want nou ja, je kunt bijna noemen dat hier misdrijven zijn gepleegd. Nou, ik mag ervan uitgaan dat we nu een nieuwe burgemeester hebben, ja, en een nieuwe gemeentesecretaris. En dat mevrouw de wethouder Ter Zeldam nu toch wel eindelijk over zal gaan tot handhaving.